lekker relaxed. Kijk eens, de eerste bal is al weg. Jij moet wel op tijd wakker zijn. Ze hebben allemaal een bal bij hun. Dus dan laat ik dat even van tevoren zeggen. Dus zorg dat je scherp bent. Onze tweede keeper, ik kan je vertellen, Benjamin van Leerden vandaag helaas niet bij kon zijn. Maar onze andere keeper is er wel bij. Kostas Labrou! Verre, Kostas. Lukt dat? Achterin! Wie wil hem? Lekker, dankjewel Kostas. Heel goed. Dan gaan we door naar onze verdedigers. De eerste die ik naar voren mag halen, ontvangen met een ovationeel applaus. Rasmus Christensen! Moet ik even kijken of ik ze ook helemaal naar de zijkant kan laten schieten of niet? Want ik zie nog heel veel mensen ook helemaal... Ik ga het proberen, ik ga mijn best voor jullie doen. Ook aan deze zijkant of niet? €25 extra, dat zul je begrijpen. We gaan door met de volgende verdediger. Geef me een grote applaus, ik ben blij dat hij er is. Joël Veldman! De volgende verdediger. Hier is Matthijs de Leer! Ja, Matthijs is bescheiden als hij is, loopt meteen weer naar achter. Maar Matthijs als aanvoerder moet je even natuurlijk sowieso even naar voren komen. Geef hem nog even een lekker applaus, Matthijs de Leer! Ja, voor jou begon het, volgens mij weer het grootste gedeelte van vorig seizoen, de aanvoerdersband gedragen. Nou ja, het einde natuurlijk en het begin niet. Dat was natuurlijk Joël en ik heb het een paar wedstrijden mogen doen en ik vond het mooi om te doen. Geeft dat nou nog extra druk of geeft dat juist, werkt dat lekker? Hoe werkt dat voor jou? Nee, ik vond het wel gewoon een eer, denk ik. En ik heb het gewoon zo gezien en een motivatie om het nog beter te doen. En zo heb ik beleefd vorig jaar. Oké, we hebben een goede start gemaakt dit seizoen. Hebben jullie er zin in? Natuurlijk heb ik er zin in. Jullie kunnen het niet achterin allemaal zien, maar je moet op beeld nog een keer terugkijken. Die lacht zegt genoeg. Laatste vraag even aan jou. Natuurlijk een logische vraag. Hebben we straks aan het eind van het seizoen de beste verdediging, oftewel de minst gepasseerde verdediging in de Eredivisie? Ja, dat zou mooi zijn, maar als we kampioen worden en niet de minst gepasseerde verdediging hebben, vind ik het ook goed. Dus maak me niet op aan. We gaan verder met de verdedigers. Hier is Max Weber! Ik mocht nog merken afgelopen wedstrijd dat iedereen waanzinnig blij is dat hij weer thuis komt. Onze volgende verdediger hier is niemand minder dan Daley! Ja, nou ja, je merkt het al aan de reactie, wat heerlijk dat je er weer bent. Dankjewel. Hoe is het weer om in Amsterdam te zijn? Ja, dat heb ik al een paar keer uitgesproken. Het voelt fantastisch en afgelopen wedstrijd voelde het fantastisch om in de arena te zijn, de eerste wedstrijd. En de waardering van het publiek voelde ontzettend goed. Dank jullie wel. Daley, ondanks dat je 4 jaar bent weg geweest, iedereen kent je nog, maar wat heeft het met jou gedaan? Je bent natuurlijk in Engeland geweest, dat weet iedereen. Wat heeft dat voor jou gedaan als speler, misschien als mens? Ja, veel geleerd, verschillende trainers meegemaakt, veel geleerd als mens, maar ook als speler. Dus al met al denk ik is dat de ervaring die je opdoet in het buitenland, dat je die mee terugneemt. En wat verwacht je van het komende seizoen? Want de eerste wedstrijd zag er goed uit, maar mooi gezegd is één zwaluw maakt nog geen zomer. Wat verwacht je voor het komende seizoen? Ja, ontzettend veel. Vooral naar onszelf kijken, wedstrijd per wedstrijd. En de ambitie is natuurlijk kampioen worden en daar zullen we alles aan doen. Ambitie is kampioen worden, want ik weet dat we de laatste...
laatste keer hier op het podium samen stonden. En toen hadden we die schaal in handen. Laten we afspreken dat we de volgende keer dat we hier staan met de nieuwe schaal staan. Oké, deal. Geef me een groot applaus. Danny Blind! We gaan gewoon verder met de verdedigers. Een man die erbij is gekomen dit jaar. Geef hem een waanzinnig applaus. Op Per Schuur! Per, fijn dat je er bent. Ik ben natuurlijk eind vorig seizoen al aangesloten bij de club. Wat waren je eerste indrukken eigenlijk? Ja, natuurlijk als jonge droom je van zo'n club. En als je uiteindelijk hier traint en wedstrijden speelt, dan weet je pas hoe groot de club is. Dan merk je pas hoe groot het is. Nou, kijk op de halve dag hoe fantastisch publiek we hier hebben. En er zit natuurlijk wel één dingetje aan, want in september spelen wij tegen een club die jou wel bekend is, Fortuna Sittard. Ja, dat klopt, maar zoals ik nu. Ik speel hier bij Ajax en wij gaan daar gewoon 3 punten pakken. Kijk, dat is het. Nou, het is jouw eerste open dag. Is er nog iets wat je wil zeggen tegen het publiek? Nee, ja, fantastisch om dit te zien. En hopelijk willen jullie ons hele jaar doorsteunen. En dan weet ik zeker dat wij samen een succesvol seizoen hebben. Geef een grote applaus, dankjewel, Per Schuurs! Gaan we aan onze volgende verdediger. Een ovationeel applaus voor Luis Orihuela! En we gaan met de laatste verdediger afsluiten. Hij heeft op het WK ook weer goed zijn best gedaan. Hij is helaas niet ver gekomen met zijn team. Maar wij zijn bijzonder blij dat hij er is. Dan heb ik het natuurlijk over Nico! Ja, heel cool en beheerst. Wat een speler. Fantastisch. We gaan naar onze middenvelders toe. En met wie anders kunnen we dan beginnen dan met Donny van den Berg! Ja, we gaan naar onze volgende middenvelders toe. De volgende middenvelder is Haki! Onze volgende middenvelder stond in de basis bij de afgelopen wedstrijd. Hij is echt up and coming. Geef hem een waanzinnig groot applaus. Nusair Mazraoui! Onze volgende middenvelder kreeg lovende woorden van de trainer na afloop van de vorige wedstrijd. Hier is Karel Eiting! Ja, kijk, heel goed. Hier zitten ook wat mensen in de rolstoel. Het is fantastisch dat hij hem daar ook even naartoe gooit. Voordat je het vergeet, willen we natuurlijk iedereen een bal geven. Dat gaat nu niet lukken, maar we gaan ons best doen. We gaan gewoon weer een bal weggeven. En dat mag de volgende man doen. We verwachten veel van hem dit seizoen. Hij komt er nieuw bij en we gaan hem ontmoeten met een warm applaus. Hier is Zakaria Lamiat! Ja, je bent nieuw, dus we willen natuurlijk even horen hoe het is de eerste weken bij Ajax. Ja, heel leuk. Heel goed.
Het is wat anders. Maar voor de mensen die het misschien nog niet zo goed kennen, wat zou jij zelf zeggen? Wat typeert jou als speler? Ik ben een creatieve voetballer. Natuurlijk met goede voetballers om me heen. Wat verwacht je van dit seizoen? Met dit aan? De Champions League halen. Lekker! En de kampioenschap. Een dubbel zou fantastisch zijn. Ja, zeker, absoluut. Geef hem een heel groot applaus, dankjewel. Zakaria Lamiat! Ons volgende man is al zoveel jaren dat ik me niet meer zonder hem kan voorstellen. Hier is niemand anders dan Lasse Schöne! Ja, mag zeker. Lasse. Ja, het is mooi om die reactie te merken. Ja, Lasse, jij... We hebben een uitdrukking in Nederland, ik weet niet of je het kent. Je hoort eigenlijk gewoon bij het interieur. Die ken ik wel. Langzamerhand wel, denk ik. Ja, even een vraag. Je hebt natuurlijk een wereldkampioenschap achter de rug. Heb je daarna toch nog wel een fijne vakantie gehad? Of was dat echt... Ja, dat is een beetje een rotvraag, maar toch. Korte vakantie gehad. We zijn zo blij dat je er weer bent. Wat verwacht je eigenlijk van dit seizoen? Oh, veel. Dus ik denk als je onze selectie ziet, dan kan er wel veel verwacht worden. Ik denk dat wij dit jaar de schaal weer naar huis moeten brengen. Ja, wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen voor dit jaar? Je begon in de basis, dat was gewoon lekker bij de eerste officiële wedstrijd. Op de een of andere manier heb je vaak je erin moeten knokken en dan was je ook niet meer weg te slaan. Maar dit jaar begon je gewoon lekker. Ja, dat is ook nieuw van het begin te zetten. Maar ik ben niks anders gewend dan vechten voor mijn plek. En met zo'n goede brede selectie dan is dat niks nieuws. Mag ik een heel groot applaus voor niemand minder dan Lasse Schöne! We hebben nog twee middenvelders te gaan. En deze kennen we ook allemaal. Niemand minder dan Frenkie! Ja, dan zijn we bij de jongetjes aangekomen. Want ik heb nog één jong voor jullie te goed. Een andere een midfielder, zoals je dat zo mooi kan zeggen. Geef een groot applaus. Niemand minder dan Siem de Jong. Ik ben even naar terugroepen, want we hebben een Sarah Cortinos staan. En haar moeder Brenda, die Sarah mist je. Ze staat bij de EHBO. Mag ik even een aanhoor horen? 3, 2, 1. Als je nou even zorgt dat jij er nu ook heen loopt, zorgen wij dat er een cameraploeg bij is. Kunnen we een beetje tranen trekken. Zet het op YouTube voor je, is dat leuk? Goed. Gaan wij verder met de aanvallers. Ja, als je het hebt over aanvallers, mag ik een grote applaus voor David Nieres! Ja, en onze volgende Ajax ziet Klaas-Jan Huntelaar! Okay.
even ook nog voor de bühne. Als eerste natuurlijk van harte gefeliciteerd, want je hebt een aantal weken gewoon weer een seizoen bijgetekend. Ja, klopt. Ja. Dus ik ben blij. Ik zag het overal ook in de mailbox en iedereen is ontzettend blij dat je erbij bent. Dat je gewoon weer een jaar erbij bent. Wat betekent het voor jou? Ik ben ook heel blij. Ik ben blij om te voetballen, blij om voor Ajax te spelen. Ik hoorde zelfs, ik las zelfs vandaag volgens mij dat het een soort verslaving van je is. Of is dat weer onzin wat ik heb gelezen? Nee, ja, voetbal is het mooiste wat er is. Dus wil je zo lang mogelijk blijven maken. Nou, dat komt goed uit, want je was vorig jaar ruimschoots aanwezig en zeer belangrijk voor de ploeg. Je hebt heel veel kunnen spelen. Wat verwacht je van dit seizoen? Ja, ik denk dat, zoals iedereen het zei, we verwachten heel veel. Ik denk op alle gebieden, Europees en in de competitie, beker. Dus ja, laten we dan alles maar doen. Hè? Vertrouwen is groot hè, dit jaar. Voel je dat ook? Voel je dat ook als team? Ik voel het bij de fans, ik voel het bij de mensen om me heen. Ja, ik denk dat iedereen dat ziet. We hebben een hele goede selectie. Zeker als iedereen blijft. Zit er een oproep aan en ieder die weg wil? Nou ja, aan iedereen eigenlijk. Dus, Ze moeten allemaal blijven. Zegt niemand minder dan Klaas-Jan Huntelaar! Ja, en een van die dingen waar heel veel over gesproken was, kwam die nou wel of kwam die nou niet? Hij is gekomen en hij is hier. Hier is voor jullie Dusan Tadić! Dus we gaan het in English en dan voor de little children I will translate it for you. How are you? I'm fine. And we are fine. We are so happy that you are here. Yes, me too. I hope in the end of the season everyone will be happy. How was your first week here in Amsterdam? Yes, very good. I enjoyed so much. You can see immediately how big this club is. And what I say, I hope we will enjoy together and we will win prizes. Hij zegt mijn eerste week. Het was fantastisch hier in Amsterdam. Hij zegt, je merkt als je hier bent hoe groot de club eigenlijk is. En ik hoop dat we samen met het hele team en met de hele club mooie prijzen kunnen pakken dit seizoen. What do you think of the audience here? Yes, very good. Our expectations of you are very high for this season. But what can we expect for you, from you? My expectations is also high. We can expect that I will be always 100%, try to give everything for the club to win prizes, to have good results, and we can do only together with fans, with all club, with everyone, and I hope we will do that. Ja, mag ik maar eens even applaus geven? Ik zei, de verwachtingen zijn zeer hoog gespannen van jou. Hij zegt, die heb ik ook. Jullie mogen van mij weten dat ik me 100% ga inzetten. Iedere keer voor mezelf natuurlijk, maar ook voor het team. En we willen samen met elkaar prijzen gaan pakken dit jaar. Maar mag ik nog eenmaal, ik ga bijna Engels zeggen. Mag ik eenmaal een heel groot applaus voor Dusan Tadić! En dan een aanvaller die we dit jaar graag weer heel veel aan de bal willen gaan zien. Geef hem een groot applaus, hier is Kasper! Dan gaan we naar onze laatste aanvaller in dit rijtje. Geef hem ook een heel groot applaus. Hier is Václav Černý! Václav, goed je weer te zien. Dat je er fit uitziet. Hoe is het met je? Weer goed. Het was een tijdje niet goed, maar ik ben heel blij dat ik nu al bijna zo ver ben dat ik met het team kan gaan trainen. Dus het was langzaam aan het opbouwen en ik kan niet wachten. Ik zou zeggen, ontstel hem even met een applaus, want hij heeft echt een hele zware blessure gehad, jazeker. Je
staat bekend als een fanatieke speler. En ik hou ervan, als je hem ziet op het veld, dan gaat er altijd 100% ervoor. En wat verwacht jij van het komende seizoen? Je bent, neem ik aan, volledig gefocust. 100%. Wat ik al zei, ik was super lang weg geweest. En dan heb je tijd om, veel te nadenken. Dus qua focus zit het sowieso goed. En wat veel jongens hebben gezegd, wij hebben met z'n allen eigenlijk hetzelfde doel. Die is volgens mij duidelijk. Die is helder. En voor jou ook, wat was voor jou in die tijd dat je heel veel denk ik ook alleen moet herstellen? Dat is een eenzame lange weg. Wat waren nou jouw gedachten waar je zegt van daar ga ik voor? Als je aan dit seizoen denkt, zijn er speciale momenten dat je denkt dat wil ik gaan doen? Dit seizoen. Gewoon, ik wil heel graag al die mooie momenten die we al met z'n allen hebben meegemaakt. Die wil ik gewoon heel graag terug en dat betreft ook mezelf. En wat ik zei, nogmaals, was super lang en het is nu weer tijd dat het alleen maar leuker wordt. Dat denk ik ook. En we geven hem nog eenmaal een ovationeel applaus. Vaclav Černý! Ja, dan hebben we alle spelers hier staan, maar als voetballer en jullie ook natuurlijk als fans weet je dat je niets bent zonder een goede technische staf. En ik ga de technische staf erbij roepen. Geef ze ook een ovationeel applaus waar ze recht op hebben. Hier zijn Alfred Schreuder, Richard Witsche, Aaron Winter, Carlo Lamy en Björn Regelhoff. Ja, en als je het dan hebt over de technische staf, moet er natuurlijk één de leiding hebben. En we gaan hem er zeker bij halen. Hier is onze hoofdcoach, Erik ten Hag! Erik, voor jou de eerste open dag, want je bent er eigenlijk halverwege het seizoen vorig jaar. Wat vind je er eigenlijk van tot nu toe? Ik zie geweldig hoeveel mensen hier naartoe zijn gekomen. En laat eens zien dat Ajax de grootste club van Nederland is. Erik, de eerste officiële wedstrijd zit erop. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ja, daar waren we zeker niet ontevreden over. De eerste wedstrijd, we wouden energie overal zien. We hebben gezien, goede overwinning behaald. En hier kunnen we op. En ik vond het vooral de wisselwerking met het publiek was heel mooi. Zeker bij de binnenkomst van de wissels. Maar ik denk de hele avond stond het publiek dus één blok erachter. En dan moeten we het hele seizoen hebben. Ook de nieuwe spelers die hebben, die hebben het goed gedaan. Dus er is een soort energie aan het ontstaan, Erik. En dat kan jij beter zeggen bij de fans. Iedereen is lyrisch over de nieuwe aankopen. Hoe werk je, merk je dat ook bij de spelersgroep? Ja, dat is natuurlijk ook mooi. Hè, dat de fans ook zien. We hebben er hard aan gewerkt om een sterke selectie samen te stellen. En dat wordt blijkbaar gewaardeerd. En nu moeten we zorgen dat er een team van gemaakt wordt. En met elkaar doen en met de staf, de spelers samen. Allemaal moeten we dan bijdrage aan leveren. En vooral willen we ook succesvol zijn. Kijk, dat is een mooie doelstelling. Want wat is nou precies, we hebben natuurlijk al gehoord en ik verwacht het wel hetzelfde antwoord. Maar wat is jouw persoonlijke doelstelling voor dit seizoen? Ja, lijkt me helder. Uiteindelijk wil je, wat ik al zei, het publiek vermaken. Wil je energiek elftal zien, dat met passie speelt. Maar uiteindelijk gaat het om titels winnen. En welke titels hebben we in gedachten voor dit seizoen? We zijn goed begonnen aan onze Europese tournee. Ja, de titels die te halen zijn, dat is elke wedstrijd willen we winnen. En aan het eind in Nederland is de schaal, de beker, en daar moeten we voor gaan. Kunnen we eerlijk afspreken dat wij hier in mei samen staan met weer dat hele team en dan met een schaal in ieder geval in onze handen en nog enig ander metaal? Ja, ik hoorde net al, we moeten de schaal hier thuis brengen. Geef me een heel groot applaus. Dankjewel, Erik ten Hag!